De stichting Pandi voor Famdi die organiseert een gospelconcert en dat is dan Sipora Live. En het thema die verbonden is aan concert is Gimme Pardon, of vrijwel vertaald, vergeef mij. Nou, het geheel die vindt plaats bij Grunjari en er zijn meerdere artiesten die avond zullen optreden. Wilt u er dus graag bij zijn? Nou, dan kunt u gerust ook iemand meenemen of met vriendengroep gaan. Een kaart die kost er 150 SRD. Die zal er op de vrijdag ook verkocht worden bij Grunjari. Dus wees er snel bij en maak er een heel gezellige avond. We spraken over concert met mevrouw Esther Tijn van Stichting Pandi Fufamdi. En zij vertelt veel meer over het concert dat ze organiseren, maar ook over de stichting zelf. Het concert is vrijdag aanstaande, zoals is aangegeven. Het wordt een concert waarbij wij als organisatie mensen proberen te motiveren om goede keuzes te maken en te blijven op de weg van de Almachtige God daarboven. En vergeving is een van de dingen die erbij hoort om de Almachtige te blijven dienen, namelijk Jezus Christus. Wat kunt u ons vertellen, voordat we straks meer praten over het concert zelf, maar wat kunt u ons over de stichting vertellen? De stichting is een stichting dat bezig is met heel wat sociale projecten. We geven trainingen onder andere over ondernemerschap, vriendschap, relatie, liefde, huwelijk en seksualiteit. En daarnaast zijn we bezig met heel wat kinderactiviteiten, talentenjachten ook organiseren we voor jongeren. En dat is het zo'n beetje waarmee de organisatie zich dagelijks bezighoudt. Ja. En het organiseren van concerten, hoe past dat binnen de stichting? Kijk, sowieso een concert is ontspanning. En ontspanning hebben wij allemaal nodig als jongeren, zowel ouderen. En dat hebben we niet erbuiten gelaten. Dus het hoort gewoon thuis in ons pakket als organisatie. En hoeveel concerten hebben jullie reeds georganiseerd? Ik heb zeker iets van 10 tot 15 concerten achter de rug. Ja. Allemaal succesvol? Nou, wanneer je organiseert heb je hoogte- en dieptepunten. Dus de meeste zijn succesvol gegaan, maar we hebben ook dieptepunten gekend met evenementen. Maar het lukt wel. Ja. En zou je zeggen dat het een stichting is toch met een christelijk achtergrond? Ja. Het is een stichting met een christelijk achtergrond. Sowieso als voorzitter van de organisatie ben ik ook gelovig. En middels positieve leringen proberen we de mensen te houden op de goede weg. Ja. Dan gaan we nu naar het concert zelf. Dat is allemaal op vrijdag 9 december 2022. Dus in feite over pakweg enkele lange uren. Dan mogen mensen gaan genieten van Sipora. Is zij er alleen of zijn er nog andere artiesten die zullen optreden? Die dag hebben we ook andere artiesten die zullen optreden. We hebben Odile live met zijn band. We hebben ook Sarah Adams, we hebben Jamers, we hebben Libby Wouter. Dus zo heb je ook nog een paar andere groepen die de avond leuk zullen maken. Ja. En de toegang? De toegang, we vragen 150 SRD per persoon bij de poort. Ja. En de locatie? De locatie is Grunjari. Is het een concert waar men geriefelijk gaat kunnen zitten om te genieten of gaat men moeten staan? Hoe is het? Hoe is de avond ingedeeld? Sowieso, er zijn mensen die graag willen zitten en daarvoor hebben we een paar stoelen. Natuurlijk verwachten we meer jonge mensen, flexibele mensen die vrij zijn om te staan. Ja. Dus de mensen bepalen zelf wat ze willen, of ze staan of ze zitten. Dan mag u oproep doen als organisator, maar ook als voorzitter van de stichting Pandi Fufamdi. Ik wil ieder uitnodigen om vrijdag aanstaande te zijn te Grunjari. Het wordt een hele leuke dag, dus blijf niet thuis. Het is echt een Tapiari gospelconcert, dus wees erbij, neem iemand mee.
En kom het gezellig maken met ons. En zeker met Sephora, die heel bekend is. En ze is recent uitgekomen met een brandnieuw song. Dus blijf nu thuis. Wees erbij. Dank u.